kinderen af Curaçao leren over de nationale heiltoer. In 1795 organiseert de Dutch slaaf gemaakte Thule een staking. Hij zorgde ervoor dat 2000 Dutch slaaf gemaakte mensen hun werken neerlegden. Daarna werd Thule door de Nederlandse machthebber als straf aan het leven gebracht. His father left the family, his mother sold him to a factory. He didn't have a chance to go to school. He didn't have the time to see the swimming pool. He works 12 hours a day. He eats just bare bread as clay. He's afraid to make a mistake. He was beaten to stay awake. The factory owner loves child labor because the child is blessed and gives the food. Estamos no colégio San Luis Beltrán. Nós acabamos de dona segundo finalista, prêmio de segundo finalista no grupo 8, que chama Coco Robi. Então, é a pessoa que escreve o poema ganhado, da Andrika Rowe. De é três obras na nossa rainha, Dina. Sim, claro. Agora que nós vamos para o next call. Vrijheid staat voor je mening kunnen uiten. Niet geloven wat een ander je verplicht, maar wat jij wilt geloven. Het hoofdstuk waarin niet iedereen zichzelf kan zijn, moeten we meteen sluiten. Voor anderen hoef je je echt niet zo uit te slopen. Wij kunnen veilig over straat, maar dat kan niet iedereen. Waarom krijgen mensen toch altijd zoveel haat? Door discriminatie bijvoorbeeld voelen mensen zich zo alleen. We moeten mensen accepteren, zo simpel, maar blijkbaar moeten sommige mensen dat nog leren. Van de slavernij wordt niemand blij, iedereen wil vrij. Sommige mensen hebben geen vrijheid en daardoor ook geen blijheid. En daardoor, zij leven armoede en gevangenschap. Zij werken dag en nacht. Er is niemand die lacht. Zij groeien op in geweld. Er zijn genoeg verhalen die nog niet is verteld. Ik en jij kunnen veilig op straat. Zij niet. Zij zijn niet veilig. Ook al wel is elk leven heilig. Zij vechten voor hun leven. Zelfs al vanaf 7 of jonger. En zij lijden heel veel honger. Hopelijk heeft iedereen een slaapplek en is iedereen vrij en veilig. Hoi, ik vind het heel lelijk dat ik een prijs had gewonnen. Ja, en ik ben Mauro, Cecilia en dankjewel aan jullie dat ik een prijs had gewonnen. Mijn naam is de kapitein en onze kapitein is de premier finalista. Zijn premier is dat Mauro, Cecilia, die is school, Aquamarine. A ver quién nos va a dar el ganador absoluto y premio. Exactamente. No sé, llegan a la escuela amplia para poco mes. A ver quién nos va a dar emocionado que son a ganar. Este ganador absoluto. Blanco, negro, rojo, azul, izquierda, derecha, hacia adelante o hacia atrás. Triunfar o fracasar. Intentaron rendirse. Santa libertad, la noble idea de escoger entre el humor y el fragor de la pelea. Querida libertad, unos te poseen y otros te abusan. Otros simplemente te pierden. Querida libertad, contigo somos todos y sin ti somos nada. Querida libertad, por ti somos paz de librar las más grandes batallas y morir en el intento de poseer. Zonder ketting aan je voeten, lekker in de modder voeten. Zeggen wat je wil, zonder zweep over je wil. Je wordt opgezocht zonder te worden verkocht. Leven in vrijheid is afijn. Dat zal altijd zo moeten zijn. Oh ja? Sprakeloos. Waar kom je inspiratie? Mijn moeder en mijn oma. Oh, je moeder en je oma. Dat is echt leuk hoor. Heel leuk. Nou, ze kunnen heel trots op zijn. Dus ik ook wel eens. En je kan altijd zeggen dat je een trofee hebt gewonnen voor de school. Ahora nos acaba de dar el ganador absoluto de competencia de poema. Dan premio. Quien gana su lane? Juga. Di Pascual? Di Skol Ampio Papa Cornes. Eso. Então, agora, nós agradecemos em turno escola por participar com nós em AIA, que é o nosso trabalho, outro AIA, com Deus se puder. Tchau, tchau.